Jeroen, hier in Tokio voor Merel Blom natuurlijk. Ze heeft zojuist gereden. Jij als echte dressuurman, hoe ging het? Ik denk dat het heel erg goed ging. Ze heeft zich super mooi aan plan gehouden. We hadden hier goed naartoe gewerkt, veel getraind, maar ook veel op de dressuurproef gereden. En ik denk dat ze daar eigenlijk heel goed in geslaagd is. Ja. Merel Blom is natuurlijk in Nederland een bekende naam. In het buitenland zeiden ze hier van, met Jeroen Hulsman, dan zal ze wel goed dressuur kunnen rijden. Ja. Is dat zo? Ja, nou, ze kan zeker goed dressuur rijden. Ik denk, zonder mezelf op de borst te kloppen, denk ik dat ze in de laatste jaren wel veel bijgeleerd heeft. En met meer gevoel is gaan rijden. Maar ik denk dat het goed uitgekomen is. Kun je eens vertellen wat je met haar hebt aangepakt? Waar heb je op gefocust? Nou, ik denk dat het voor haar zeer belangrijk is dat ze voor haar eigen gevoel blijft rijden. En niet alleen maar probeert het mooie plaatje te maken. Ze heeft veel gevoel, maar vertrouwt daar niet altijd evenveel op. Dus ik denk dat ik haar dat vooral meegegeven heb. Hoe is het voor jou hier? Heel goed. Ja, ik vind het een fantastisch evenement. Het is zeer goed georganiseerd. Mensen zijn zeer vriendelijk. En alle mogelijkheden om hier hele goede sport te bedrijven zijn absoluut aanwezig. Nog een beetje last van beperkingen? Dat je nergens heen mag of dat soort dingen? Ja, dat is jammer. Maar we zijn hier voor de sport. En natuurlijk is soms een beetje relaxen en een keer uit eten maakt het leuker en makkelijker. Maar nogmaals, we zijn hier voor de sport. En dat is hier zeer goed te bedrijven. Ja. Toch even vragen, want naast zakenpartner zijn jullie ook een koppel met jij en Merel. Hoe is dat om dat te combineren? Dat gaat eigenlijk heel goed. We respecteren elkaar heel erg en waarderen elkaar heel erg. Ik denk dat dat heel belangrijk is, ook als je elkaar moet steunen in meer stressvolle situaties, zoals hier. Ja, precies. Het is denk ik ook wel bijzonder om dat zo samen te mogen meemaken, zo'n Olympische Spelen. Ja, dat is heel speciaal. Absoluut, ja. Is dat voor Merel ook echt dat ze denkt van, nou, laat mij maar eventjes, ik moet hier presteren? Of hoe gaat zij daarmee om? Merel weet heel goed wat zij zelf wil en nodig heeft op een groot kampioenschap. Dus in de loop der jaren heb ik daar veel begrip voor gekregen. En ik weet ook wat zij wil en wat belangrijk voor haar is. Dus ja, dat loopt eigenlijk heel soepel. Waar veel mensen naar uitkijken is natuurlijk morgen, de cross. De cross. Ja, kijk jij er ook naar uit? Deels. Waarom deels? Nou, omdat het toch altijd heel spannend is. Mm-hmm. Ja, heel spannend dat ze uiteindelijk weer allebei heel hard over de finish komen. Ja, nou, ja. Gaan we daar in ieder geval nu vanuit. Wat vind je van de cross? Heb je het al gezien? Het is een echte sportcross. Het is... Het is echt een cross die het kaf van het koren gaat scheiden. Het is niet heel mooi in de zin van zoals we dat in Rio of in Trion hebben gezien met hele mooie surroundings en dat soort dingen. Maar het is absoluut een cross die fair is en veel van de paarden vergt en van de ruiters. Maar ook veel mogelijkheden geeft aan de wat mindere goden om ook nog weer heel hard zo over de finish heen te komen. Nu is jouw onderdeel al geweest. Wat is jouw taak in de komende dagen? Deels is mijn taak geweest, maar ik speel vaak ook nog wel een hele grote rol in het helpen met het verzorgen van het paard. En ook wel een beetje zorgen dat Merel uit de wind blijft met andere mensen en dat zij zich zo goed mogelijk kan voorbereiden. Tot slot, hoe heeft de Quizmaster hoe heeft hij zich staande gehouden na de dressuur? Is hij een goede doen? Hij is een hele goede doen, ja. De Quizmaster is super fit. En dat is ook de reden waarom we dit paard mee hebben genomen hierheen. Omdat deze heel goed met de hitte om kan gaan. Zweet heel makkelijk. En is een makkelijk paard. En dat is nu ook wel fijn. Want nu worden de paarden weer vervoerd naar het Sea Forest Park. Waar ze toch weer op transport moeten. Wat voor sommige paarden natuurlijk toch wel ietsje lastig is. Gelukkig is met dit paard is hij daar heel makkelijk in. Dus we hebben daar alle vertrouwen in.